Ik ben diep onder de indruk van wat Klaas met zijn koor voor elkaar heeft gekregen, hoor. Dat zei Joop Stam de afloop van het concert met muziek van Dopper afgelopen zondag 20 november in de Semstraatkerk in Stadskanaal. Op het programma stonden een nocturne voor altviool en orgel gespeeld door Pieter Pilon en Kees Dekker en het requiem gezongen door het vocaal ensemble Gavrien onder leiding van Klaas Withaar. Het was een bijzonder concert, want het was opgedragen aan secretaris Joop Zuidema uit Musselkanaal, die op 17 augustus van dit jaar is overleden. Volgens Stam is het overlijden van Zuidema een groot verlies voor de stichting Cornelis Dopper. Het is een enorm verlies voor de stichting. En je vraagt je af, komen we daar nog bovenop bij wijze van spreken? En ik ben zelf ook al een dagje ouder natuurlijk. Dus je weet niet precies hoe dat nou allemaal verder moet. We missen hem. Dat is niet te geloven. Een requiem is een muziekstuk in de katholieke kerk die wordt opgedragen aan de overledene. Een toepasselijke keuze dus voor dit concert. Ook het publiek was het hiermee eens, want na afloop volgde een minutenlang applaus. Dat requiem is best wel, ik geloof 40 minuten zoiets. Maar je kon een speld horen vallen van begin tot het eind. Er was niemand die begon te hoesten of te schuivelen of weet ik wat, zoals het dan meestal gaat. Het was gewoon indrukwekkend. Dopper was bevriend met de dichter Adema van Scheltema. Hij heeft het gedicht De Wilgen van de dichter van muziek voorzien. Dit heeft de Stadskanaalse kunstschilder Anne Lampvers geïnspireerd om van elk van de 7 coupletten van het gedicht een kunstwerk te maken, die ook tijdens het concert te zien waren. Ik had jaren geleden had ik al in potlood had ik ze gemaakt. En toen gaf Joop Stam hier een uitleg van iets van Dopper. Ik dacht ook iets voor een tentoonstelling is er toen niet doorgegaan. Corona enzovoort enzovoort. En toen later toen dacht ik van ik wil graag die serie een gezicht geven. Dus ik heb de wilgen heb ik allemaal een gezicht gegeven.